Hoi, leuk dat je weer kijkt naar N1C. Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 uur op Radio N1 en nu op tv. Met vanavond in onze uitzending een interview met Anton Jansen als voorbeschouwing op de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Feyenoord in de Kuip. Een speciale aflevering van FC Ferdinand die in gesprek gaat met de zanger van het NEC-nummer van het seizoen, Michiel Kok. Hij schreef het nummer Mijn Hart is Rood, Groen en Zwart. We beginnen deze uitzending met interviews na de wedstrijd afgelopen woensdag thuis tegen NAC Breda. Kalle, je krijgt wel eens mooie doelpunten tegen. Hier kon je echt helemaal niks aan doen, hè? Nee, denk ik niet. Fantastische goal. Het is wel vervelend, want als keeper wil je natuurlijk wel een keer in de competitie ook een keer de nul houden. Nee, precies. Ik heb geen nul in de competitie, maar ja. Ja, jammer. Nou, Vroom, je mag eindelijk weer een keer in de basis beginnen. Hoe voelde dat? Ja, natuurlijk lekker als je weer een kans krijgt. En ja, is goed voor mijn vertrouwen natuurlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in. Ja, gisteren ook jaar geweest natuurlijk. Is een mooi cadeau voor me. Dus ja, ik vond het heerlijk. Nu heb je 2 punten gepakt tegen concurrenten onderin de Eredivisie. Is eigenlijk niet zo'n goed resultaat. Nee, natuurlijk niet. En we moeten 6 punten hebben na deze wedstrijden, denk ik. En, ja, wij zijn niet tevreden met de 2 punten. Deze wedstrijd was gewoon. Ging heen en weer en was veel strijd. En, het is gewoon heel erg lastig. Jammer dat we hier geen 3 punten pakken. En, daar baal ik wel van, eerlijk gezegd. Dan heb je wel het idee dat je jezelf hebt kunnen bewijzen dat je in de basis thuis wordt bij NEC? Nou, ik denk dat ik me gewoon heb kunnen laten zien en wat ik kan. Ik speelde natuurlijk een andere rol als normaal en meer verdedigend, maar ik denk dat ik het goed heb ingevuld. Ja, want jij hebt natuurlijk al aangegeven dat je voor je kansen wil knokken, nadat je sinds Pastoor eigenlijk weg is uit de basis werd verdwenen. Hoe zie je dat de rest van het seizoen? Nou, ik zie het gewoon als normaal. Het is gewoon elke trainer hard werken en de trainer overtuigen dat je in de basis hoort. En dat is belangrijk voor jezelf en ook goed voor je ontwikkeling dat je wedstrijdminuten maakt. En dat heb ik vandaag gedaan en ik hoop dat hij tevreden is. En dan ga je ook nog eens naar de Kuip, naar Feyenoord toe. Natuurlijk mooie wedstrijden, maar ook moeilijke wedstrijden. Ja, tuurlijk. We moeten pellen of de goal hebben of to keep him away from the goal. Ja, dat wordt lastig zat. Ja, maar het is altijd een 0-0 in de begin van de wedstrijd. So, Je hebt wat van Cruijff geleerd. Ja, precies. Dankjewel. Aanstaande zaterdag om 9:15 speelt NEC de altijd lastige uitwedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord Rotterdam. Een wedstrijd waar de 3 punten niet meer alleen bonuspunten zijn. Ze zijn broodnodig. Dat vindt ook Anton Jansen. Die sprak ik vanmiddag in het Goffertstadion. De wedstrijd tegen Go Ahead bestempelde je als de allerslechtste onder jouw leiding. Tegen NAC was het al iets beter. Maar past dan toch het woord teleurstellend daar nog bij? Ja, absoluut. Dat heb ik ook meteen aangegeven. Teleurstellend qua resultaat. Maar dat is van toepassing op alle tweede wedstrijden. Dus niet het beoogde resultaat behaald. En zeker met het spel tegen Go Ahead waren we zeker niet tevreden. Maar ook tegen NAC waren we niet tevreden. Omdat we veel beter kunnen. En met name aan de bal. Kijk, de druk vooruit was goed. Als heel het verdedigende gedeelte. Dus als team zijnde. Daardoor hebben we ook weinig kansen weggegeven. Maar voetballend hadden we meer kunnen brengen. Er zijn wat personele probleempjes na gisteren. Probleempjes. De samenstelling zal wat veranderen. En Samuel Stefaniek heeft last van zijn rug. En Tobias Heijs is geschorst. Dus dat gaan we opvangen. En met wie ga je dat opvangen? Nou, Lasse gaat spelen. En naar Verona gaat spelen. En Ryan heeft vandaag weer meegetraind. En goed, we zullen moeten afwachten hoe de reactie morgen is. Maar daar zijn we wel positief over. Lasse gaat dus zijn eerste basisplaats krijgen in de Kuip. Een vuurdoop. Hij is ook pas net bij de ploeg. Wat zijn jouw eerste bevindingen van hem? Nou, die zijn positief. Hij is net bij de ploeg. En daarmee is dat meteen misschien wel een wat heikel punt. Heel weinig tijd gehad natuurlijk om te wennen. En ja, hij zal er morgen meteen moeten staan. Dus wat dat betreft hebben we de nodige voorbereidingen daarvoor getroffen. Om met hem te zitten, met beelden en met andere spelers erbij. Dus ja, we hebben goede hoop op in ieder geval dat het prima gaat. Dit is voor hem wel de ultieme kans om een basisplaats te veroveren ten opzichte van Heijs, lijkt mij zo. Want die is er nu niet bij door die rode kaart. Dat klopt.
Tot slot, mocht je winnen morgen in de Kuip. Het is een aantal jaar geleden gebeurd door een buitenspelgoal van Van der Velde. Toen zei iedereen, nou, het zijn 3 bonuspunten. Dat zal nu denk ik niet meer het geval zijn gezien de stand. Ja, maar het is ook altijd, een moeilijk verhaal met bonuspunten. Want stel dat je tegen Feyenoord wint, dan zijn er 3 bonuspunten. En dan verlies je tegen RKC. Ja, dat zijn er, dus het heft zich altijd, wat dat betreft, uiteindelijk sta je waar je hoort te staan. Dus ik zie het ook niet als bonuspunten. Wij zullen absoluut vol voor een goed resultaat gaan. En dan doen we tegen Feyenoord, dan doen we tegen RKC. Proberen elke wedstrijd te winnen op onze manier. Daar hebben we alle vertrouwen in dat gaat lukken. Welkom bij SC Ferdinand. Vandaag maken we kennis met de 2 heren die achter het NEC-nummer zitten. Mijn hart is rood-groen-zwart. Michiel Kok en Henry Doeleman. Michiel Kok, mijn hart is rood-groen-zwart. Dat is heel mooi, dat van mij ook. Hoe is het begonnen? Toch wel een jaar of 2 geleden is het idee ontstaan. Zwart! Toen we op een gegeven moment met het nummer bezig waren, ongeveer een half jaar geleden, zijn we ermee aan de slag gegaan, zijn we gestart. Na een half jaar stond het nummer. Ja. Wat had ik al verteld over dat we met de coupletten en de refrein en de gitaar en alles bij elkaar hadden gezet. Toen dachten we van, dit is nog niet genoeg, we willen er nog een clip bij. Ja. Ja. Nou, dat heeft wel een crisis gekost, want toen raakte ik mijn vrouw kwijt. Want jij wilde echt alle ruimte in die clip. En voor mij was helemaal niks meer gewoon. Ik ben alles kwijtgeraakt gewoon, niet normaal. Maar uiteindelijk hebben we het wel voor elkaar gekregen. Hè? Ja, hij staat. Ja. Je moet er wat voor over hebben, hè? Voor zo'n clip. Ja. Ja. Bloed, zweet en tranen. Ja, precies. Bloed en zwart. Ben ik met NEC, Michiel? Hoe is die? Ja, die is heel groot. NEC betekent gewoon heel veel voor mij. Ik ben dit seizoen 30 jaar supporter. En ik heb heel veel met heel veel mooie herinneringen hier aan een tal van wedstrijden. Ik heb heel veel met de omgeving hier. Mijn opa en oma komen hier vandaan. Vriendschappen zijn hier ontstaan. Ik onderhoud nog steeds heel veel vriendschappen hier, want iedereen is langzaamaan uitgewaaid. Dus we treffen elkaar hier. Ja, mijn hart ligt echt hier. Hoe komt dat? Ja, dat is een gevoel. Ik ben, wat ik net zei, 30 jaar geleden voor het eerst naar een wedstrijd gegaan. En ik was meteen verkocht. Ik vond het geweldig. Dus het was nog een oude Goffert. Er zaten toen 1500 man. Was tegen Vitesse, 2-0. Ik kan me er allemaal heel goed herinneren. En ik was verkocht. En sindsdien ga ik ieder seizoen naar de thuiswedstrijden. Dat is een echte ook. Die zit vlak bij mij. En gehoord al? Ja, jongen. Heb je gehoord? Nee, maar dat is geweldig. Vond je mooi of niet? Ja, dat is geweldig. Is het gevoelig? Nee, voor mij niet. Ik vind dat geweldig. Maar is jouw hart... Is 1,5 NEC. Ja, is die ook helemaal zo? Ja, helemaal rood, groen, zwart. Maar wij wilden jou heel graag 1 exemplaar aanbieden. Oh, dat vind ik heel mooi. Ja, ik weet niet of je hem al hebt, maar deze. Van Michiel heeft hem gezongen. Kijk, oh, daar wil ik je hartelijk bedanken. Ja. Dat vind ik geweldig. En we worden dus opgenomen door N1. Ja, dus een klein beetje reclame maken natuurlijk. Ja, ja. En ik hoop dat jij gewoon heel vaak naar mag luisteren en dat je dan weer het moment terug ziet. Nou, laat ik dit vertellen. Ik doe hem meteen in de auto. Echt waar, joh? En zo gauw ik de auto aanzet, zo gauw ik dit en dat. En als het een beetje mee zit, ga ik toch ook niet meer een keer de Arnhem rijden. Ja, weet ik niet. 30 jaar NEC, zeg je. De selectie traint nu achter je. Wat vind je daarvan?
Ja, ze hebben het heel moeilijk. Hè? Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ik de afgelopen maanden heel veel boeiende wedstrijden heb gezien. Heel innoverend, vol emotie. En het gaat ergens over. We zijn geen grijze muis op dit moment. We vechten voor een prijs en de prijs is lijstbehoud. En dat geeft wel een heel bijzonder gevoel weer. Echt zo van, jongens, kom op, hè, achter die club gestaan en gaan, winnen, scoren. NEC, nooit echt een Godwoord? Nee, nooit. Nee, echt niet. Gaat niet gebeuren, hè. Ronnie, heb je gehoord dat wij een liedje hebben opgenomen? Ja, heb ik op Facebook staan, dat liedje. Ja? Ja. Heb je de clip dus ook al gezien? Ja. Ah, vind je mooi? Ja. Ja? Ja. Geweldig, man. Prachtig. Ja. Ja. Hé, want hij is nu ook op cd verkrijgbaar. Ja. En ik wil hem graag jou geven. Oh, dat is leuk. Alsjeblieft. Dankjewel. Jouw hart is ook groot. Heb je hier een spelen? Ja. Mag je hem aanzetten hierop met de speakers? Mag je rondje rijden? Ja. Oh, en dan staat hij aan zo. Ik zal hem promoten. Durf jij ook door Arnhem dan te rijden? Ja, ik durf wel. Niet uit, hè? Ja. Nee, mijn hart is zeker rood, groen, zwart. Ja, heren, ik wil jullie graag iets aanbieden. Namelijk de single van mijn lied Mijn hart is rood, groen, zwart. Dat is mijn hart namelijk. Maar ik weet ook dat jullie hart rood, groen, zwart is. Ik wens jullie ook heel veel succes in de tweede competitieronde. En ik ben er voor jullie. Dat wil zeggen, ik zit op de tribune. Henry ook. En wij juichen jullie toe. En ze zeggen, draai hem in de auto. Draai hem in de kantine. Rijd hem mee door Arnhem. Hè? Maak ze gek daar. En nogmaals heel veel succes. En ik hoop dat jullie het hele mooi vinden. Ja, hartstikke. Ja? Alsjeblieft. Ja, ik heb hem nog niet gezien. We hebben hem nog niet gezien. Maar, we hadden er graag op gereageerd ook. Maar we gaan hem draaien. We gaan hem kijken. Ja. En ik vind het een fantastisch initiatief. Dankjewel. Oké, okay, heel graag dank gedaan. Dankjewel. Ja? Dankjewel, dank jongens. Okay. Mijn hart, het is van rood. En zwaar. Hier klopt mijn hart. Mijn hart is rood. Groen. Dit was SV Ferdinand. Ik zeg tot volgende week. Want hier klopt mijn hart. Mijn hart is rood. Groen. Zwart. Michiel Kok is volgende week vrijdag tussen 7 en 8 uur ook te horen. Hij is dan te gast in NEC Radio. Tot zover NEC voor deze week. Volgende week zijn we er uiteraard weer met voorbeschouwingen, nabeschouwingen en uiteraard een nieuwe aflevering van FC Ferdinand. Dan gaat Ferdinand Müller in gesprek met Hans Kraaij junior. Inderdaad, Hansie. Tot volgende week, bedankt voor het kijken en alvast een fijn weekend.